Er gingen twee mensen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, de ander een belastinginner. De farizeeër was hoogmoedig en bad: ik dank u, God, dat ik niet roofzuchtig, oneerlijk of overspelig ben, zoals al die anderen. Ik dank u ook dat ik niet zo ben als die belastinginner daarginder. Ik vast 2 maal per week. Ik geef u 1/10 van al mijn inkomsten. De belastinginner stond op een afstand en durfde niet eens naar de hemel te kijken. Maar hij sloeg zich op de borst en zei: God, ik ben een zondaar, heb genade. Ik zeg u, het gebed van de belastinginner en niet van de farizeeër werd gehoord door God. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.